prehistorische genialiteit. Dat is Axel de Axolotl. Want geef toe, het heeft nou eenmaal zijn voordeel als je ras al een paar miljoen jaar bestaat. En daar blijft het niet bij, want als Axolotl blijf je evalueren. En dat kan zomaar eens de doorslag geven in de latere fase van een toernooi. Dat is logisch. Wordt Axel Holland's Next Octopusbal.